lieve volgers van Zina Helping Dog en Ozel's Kookwereld. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag met het warme weer maken we speciaal voor Zina handenijsjes. En we spelen ook waterspelletjes. Ja. Dus we nemen jullie mee in dit avontuur. Zo, we gaan dus hartjes ijsjes maken voor de hond. Ja. En we gaan daar hondenkoekjes in stoppen en appel, om het maar gezond te houden. De koekjes dat we erin stoppen is ook op natuurlijke basis, dus je doet daar niets mee verkeerd. Ja. Gaan we die niet gebruiken? Ah, brokjes. Want die zijn al zo zacht en als je dat met water gaat doen, gaat dat heel... Dus ik zou gewoon die brokjes daarin doen. Wij gaan dus Happy Dog brokjes gebruiken om daarin te stoppen. De die heeft ze niet gedaan. Dit is deze dat Letizia moet meenemen naar Marokko. En die gebruiken we. Ja. Yes. Dus. Een appel. Ja, omdat er hier al niet. Je hebt één appel nodig, dus geld. Ja. Hier van boven. Zet er een dun stel. Moet ik helpen? Nee, het is goed. Wat op je vingers, hè? Zie je dat Nina? Gedaan. Letizia zit daar. Die blauw is die bassa. Hier. Hierdoor moet ze. Ze moet hier over. Hier zo. Zo. Heet het zo. Zigzag. Over gaan. Rond gaan bedoel ik. En in het water in de bassin. Ja, de snoepjes. Dat ze dan zelf mag uithalen. Ja, met water. Het avontuur. Ja. Zo, Letizia heeft Zina aan de leiband gedaan. Want anders lukt het niet echt zoals ze met haar speelgoed wil spelen. En
elke keer als ze klaar is, zet ik 3 koekjes in haar bazaar. En hier zijn ze. Nou, Leticia gaat nu beginnen. Met Zina, de parcours doen. Inzetten, want een paar uren was dit helemaal niet goed en was dit helemaal vloeibaar. Het is echt perfect gelukt. Alles is echt hard. Ik ga hem nu... Zo, lieve kijkers, dit was weer onze video voor vandaag. Vond je de video leuk? Vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog te geven en te abonneren op ons kanaal voor meer van onze leuke avonturen. En voor nu zeg ik jullie tot de volgende. Doei!